achter de rug is. Maar I don't care. En om het nog erger te maken, voor. Er komt een moment in je jonge leven dat je van die dromen krijgt. Over verboden verlangens waar je eigenlijk nog iets te jong voor bent. Als dat ook met jou zo is, praat er dan eens over met je vader. Nu even alle bedradingen tussendoor weghalen, omdat hier normaal gesproken natuurlijk met z'n allen overheen zat. En dan ging ik mijn bedrading sneaky wegwerken hierin. Maar nu gaan we natuurlijk terug naar origineel. Dus moet de bedrading gewoon met een gootje zo lopen en ervoor zorgen dat dus eigenlijk de bedrading weer gewoon normaal loopt naar achteren. En dus hier dan er langs. Ik weet niet precies of ik dan aan die kant of die kant de draad moet doen. Ik denk die kant. Sowieso trouwens eigenlijk even kijken, hè? Want dat heb ik er nooit opgedaan, want ik het toen natuurlijk kaal wou. Maar eigenlijk moet ik hier natuurlijk zijkappen hebben en dat gootje dus. Pochshop! Please? Ik bedoel, ik draag de merch. Die, want dat is het hem dus. Oh, tuurlijk, dat is hoe ze moeten. Ik moet natuurlijk gewoon voor, voor het achterlicht en misschien dan dus ook knipperlichten in die zin, niet dat het verplicht is, maar als je die zou hebben erop. Dan moeten ze natuurlijk gewoon hier het onder het blok door en dan naar dat gat, zoals ik eigenlijk dus origineel ook al, of niet origineel, custom eigenlijk mijn remlicht had gedaan naar licht. Wait a minute, die heb ik hier ook lopen, waarom? Huh? Allemaal gewoon nog netjes te verven. Daar ben ik echt wel heel blij mee. En daar heb ik ook echt heel veel geluk mee. Dan hebben we nu gewoon weer een standaard poegje. Soort van. Yo, afvezels. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering. Zoals je ziet heb ik iets toegevoegd ondertussen aan de pug. Ja, ik had deze thuis nog echt liggen al, eigenlijk zo lang als dat ik de pug heb. Want toen ben ik eigenlijk bij elkaar gaan sprokkelen wat ik dacht nodig te hebben. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk voor die tank loop met het andere zadel hier en toen werd het totaal anders. Maar nu, dat we een anti-wok status maken, is er geen logische reactie dan dit, lijkt mij. Plus ik vind dit gewoon het meest pimp, retro, sixte zadel wat er eigenlijk is. Echt serieus, ik vind het echt tering vet. Het enige issue nu is dat het zo hoog is dat ik echt als een vijf gewoon op dit ding moet starten. Met mijn zeer flexibele lichaam, may I add. Dus, dit is een beetje hoog. En het stuur gaat nog net, maar eigenlijk zou die ook een slagje hoger moeten zijn in de logica van het zadel. Maar de vering is sick. Ik bedoel, dit is echt gewoon een flexing. Ik heb ook een hele bagagerekje er weer op geflanst. Dat vond ik ook vet. Het stuur moet iets omhoog, maar... Jullie vraag was sowieso, denk ik, net zoals ik, ga je daadwerkelijk de spullen hebben om dit te fixen? Want op zich, het staat, het remt, het werkt. Alleen, als je deze op een bocht zet, dan wil hij eigenlijk niet echt meer vloeiend rondgaan. Zet je hem los, dan heb je gewoon speling, dus dat wil je niet.
En dat nog steeds voor. Dan heb je dat niet op TikTok gezien. Ik heb op TikTok een video gemaakt dat ik hem met de hand startte. Nou, ik heb heel veel gefixt wat ik eigenlijk nog had. Want dit is mijn originele, en ik weet dat sommigen mij gaan haten nu. Dit is mijn originele Honda MT achterbrug. Ja, zelfs degene met fietstrapper aansluiting. En dat is nou precies wat ik wil. Want dat zorgt ervoor dat Stijn met dit kan flikken. Dat hij op zijn minst zijn staaf voor zijn pedaaltjes, pookjes, stepjes. Hier doorheen kan doen. Dat doe ik hier dus mijn brug doorheen. En hier doe ik mijn stepjes doorheen. Ik vond het eigenlijk wel een slim idee. Behalve dan dat mensen me natuurlijk gaan haten omdat het een MT achterbrug is. Maar I don't care. En om het nog erger te maken. Voor heb ik mijn voorvork T-stuk en kroonplaat van de MT. Ja, ik bedoel, het is gewoon een massa geproduceerd onderdeeltje waar de tik van zijn, dus ik zie niet echt een probleem hiermee. Maar het feit schijnt te zijn dat als je, kijk, deze wordt hierop te sluiten en deze wordt hier dan nog overheen te gaan. Dat schijnt dan dus ongeveer te kunnen passen in een poeg. Balhoofd. Dus daar gaan we achter komen in deze video. En om het dan af te sluiten, om hier nog heel even te vervelen. Heb ik ook nog NSR voorvorkpoten en wil ik, dames en heren, op de poeg de wielen doen van de NSR. Want ik wil de NSR in de toekomst ook weer gaan verbouwen naar iets anders leuks, wat mensen misschien geinig vinden. Iets met een ander blok, 50cc, meer van zijn tijd, dus echt een jaren 90 racertje look, SOBW stijl, zeg maar een beetje, dat soort shit. Maar dat betekent dat ik de spaakvelgen sowieso kan ditchen onder de NSR. Dus die kunnen dan als combinatie die dus werkend en goed werkend is, want dat weten we immers, gewoon hieronder. Dus dat gaat gewoon werken. Oh, goed idee. I know. Thanks. Zet het in de comments als je net zo'n beunaas bent als ik. Mijn naam is Beun. Als ik dit moet uitboren, dat is niet zo heel groot. What the fuck? Dat gaat gewoon dus. No way. Is dit al... What the fuck? Dat zat er niet. Sick. Nou, dan hebben we de fork. Dus,
Is dit de start van een video? Ik weet het volgens mij niet. We zijn bezig nog aan de poeg dus. En wat ik hier vast heb is absoluut niet poeg. Want dit is een kroonplaat van een Honda MT5. Nou, als je misschien hebt meegekregen sinds weet ik veel hoeveel jaar eigenlijk ondertussen al. Toch al flink wat jaar. Is de Poeg Racing Cup er. Poeg Shop Racing Cup. En daarbij hebben heel veel mensen ervoor gekozen om iets te combineren met Honda M op hun poegracer. Ook bij de SOBW, als we nog meer throwback doen, zat er ook wel eens een MT voorvork of een soortgelijk in een poegbalhoofd, waarbij er dan gebruik werd gemaakt van bijvoorbeeld MB of NSR voorvorkpoten, zodat je schijfrem had. Dus, drie keer raden wat we gaan doen, we gaan het zelf ook doen. Alleen heb ik dus een NSR voorvorkpoten en mensen vertelden mij dus dat elke Honda M een andere dikte voorvorkpoten had, terwijl ik dacht dat dus de schijf met dubbele aansluitingen, zeg maar breder, dus de MBX en de NSR, dat hetzelfde was. Dat is dus niet het geval. De poten die ik daar heb liggen zijn NSR poten, want die heb ik al nagemeten op mijn NSR. Dat is 30 mm. Hierin zat maar 27. Dat was een klein probleem, maar dankzij deze prachtige oude werkbank van de opa van mijn vriendin hebben we het voor elkaar gekregen, althans bijna, om hem groter te maken. Ik wat deze, hoop ik nog iets zien. Ja, ietsje bij te bramen, weet ik veel. Momenteel zitten we helemaal ingedraaid, zitten op 28,8. En we moeten naar 29,9 of weet ik veel, hè, dat je hem in ieder geval dus ertussenin gedouwd krijgt. Dus hij zit nu helemaal ingedraaid met zijn bout. En als we hem dan dus natuurlijk weer doorboren en hem weer losdraaien, zet hij iets verder uit. En dan hebben we hopelijk een pak en beet 29,9. Natuurlijk, trouwens, disclaimer, misschien was je dit trouwens al aan het tikken. Doe dit thuis niet na, want stel je voor hij zou vastschieten en ik klap hier tussenin met mijn vingers, dan breek je misschien een vinger. Het tempo, het toetentempo valt mee bij deze draaibak momenteel met zijn verhouding plus dat elektromotortje van jaar 0. Maar vooralsnog, daarnaast, zou je natuurlijk eigenlijk iets willen hebben bij die draaibank. Waarbij hij eigenlijk het ding is wat als het ware rond de roteert. Maar goed, dat redden we natuurlijk niet als we hier zo zouden rondgaan. Dan, kijk, deze zijn nu 30. Zover is dat ze naar buiten staan. Ik wil ze niet verder, zeg maar, uit kunnen rekken. Omdat dan ben ik bang dat het breekt. Maar tegelijk wil ik ook weer niet meer gat maken, want dan wordt dit te dun. Dus, nou ja, hè, een beetje compromis. Zit nu weer vet bij. Er zit ook vet natuurlijk gewoon in dat balhoofd. Lage balletjes zitten er weer op. Dit is vet. Anders even, ja. Ja, rechts. Dus deze, dit rechts. Dus deze heeft de aansluitingen zitten. Trouwens, het kan sowieso eigenlijk niet anders, want hier heb je dus die stabilisatorstang ertussen. Maar goed, de vraag is natuurlijk, kan dat überhaupt in combinatie met dit, in vergelijking met dat het in een NSR zit? Dat is de bedoeling. Tadaa! Eentje zit er nu doorheen. Op zich best wel nice. En nu moet in principe poot 2 er zo in. Gaat er makkelijker doorheen dan die andere. Die andere moest ik even helemaal wiebelen. Maar op zich. Maar net jongens, maar heel wel deze. Beter dan die andere. Hij lamp alweer. Omdat die er dan eigenlijk eerst doorheen moeten. Maar zoals je ziet aan de onderkant heb ik die al een keer korter geslepen. Omdat het eerst bij de NSR erom zat. Dus waarschijnlijk gaan we alleen de koplamp dan gebruiken. En dan koop ik van die oren die je gewoon aan beide kanten kan klemmen. Net even wat makkelijker. Plus ja, het gaat mij meer om die lamp dan om die oren. Dus die lamp is voor degene die het misschien al herkent of dus niet van een Yamaha FZ. Laat die achterkant niet zien, want daar heeft Stijn in lopen slijpen. Maar dat, ja, dat was gewoon voor bedrading. Die zat eerst op de NSR way back jongens, toen die blauw was. Toen had hij die koplamp erop. Oh, hij gaat. Ja, maar niet uit. We gaan gewoon een beetje heen en weer. En dan komen we er vanzelf. Oh.
Wat bewegen we allemaal? Ik ruik ook ineens benzine. Oh, de tanktop is eraf gevloept. Oh. Waar is de tanktop? Hier. Oh ja. Jee. Yeah. Yeah, yeah. En toen had je een NSR voorvork in je poeg. Of nee, ja, een MT / NSR voorvork in je poeg. By yours truly. Nou ja, op zich wel heel vet. Moet alleen even dat stukje hier wat je aan de onderkant hebt bij je frame. Wat ervoor zorgt dat je dus je maximale stuurdraaiding hebt. Die moeten we even verlassen. Dat die inderdaad ook hier stopt op de voorvork op zijn maximaal sturen. Dit blok hier eigenlijk tegen dit stukje. Dus dit stuk moet langer, zodat hij aan beide kanten ook stopt. Want hier stopt hij nu wel, maar daar stopt hij niet. Ik dacht ongeveer hetzelfde, al dan dat deze net wat hoger zit nu dan dat hij zit. Maar dat as zit van het achterwiel. Dan is het gelijk. Dus stel, we zetten er 17 inch wielen onder. En nu zit er 18 onder, want hij moet wat lager. Oeh, is het time? Ja, nee. Hij is naar beneden. Nee, grapje. Ik zei hij is naar beneden, hoor. Oh, het is ja, grapje. Mensen, thanks voor het kijken naar deze video. Abonneer sowieso en druk op de bel, zodat je de volgende aflevering ziet. Waarbij we dus sowieso een voorwiel erin gaan zetten. En misschien zelfs al de achterbrug en achterwiel. Later!